Je kunt deze video alleen liken als je een crewmate bent. Ben je een imposter, dan lukt de liken niet. Probeer het. Iedereen is benieuwd hoe de imposter eruit ziet. Zonder zijn pak, zonder zijn masker. Ruimtepak. En daar gaan wij vandaag achter komen. Aanschouw de imposter zonder zijn kostuum. Oh my gosh, dat is creepy. Oké, dus dat is zijn geraamte. En dat is hoe hij eruit ziet zonder kostuum. Het is gewoon een alien. En dat is logisch, want Among Us speelt zich af in de ruimte. De crewmates, die werken in de ruimte. Dus dat zijn eigenlijk de astronauten. En de alien, die doet zich voor als een astronaut. It all makes sense. De aliens zijn de imposters. En de crewmates zijn de mensen. Wauw, goed gedaan, Sherlock. En dit is daar dus het bewijs van. Of nou ja, dit is niet echt bewijs. Het is gewoon iemand die het heeft getekend. Maar dit is schijnbaar wel iemand die dus heeft gezien hoe de imposter eruit ziet zonder pak. En die ziet er zo uit. Nu zijn er ook veel mensen die benieuwd zijn naar het skelet van een crewmate. Want laten we wel zijn, als de imposter een crewmate inmaakt, dan zie je één bot. Maar is dat dan ook hoe zijn skelet eruit ziet? Nee. Het skelet ziet er niet zo uit. Het skelet ziet er zo uit. Omdat de karakters in Among Us een zuurstoftank meedragen. En die heb je alleen nodig als je longen hebt. Als je moet ademen. Dus dit is letterlijk hoe een Among Us karakter eruit ziet. Of in ieder geval zijn skelet onder het kostuum. Dat is best wel intens. En iets wat je misschien niet zou verwachten. Interessant. Wat zijn eigenlijk de top 10 Among Us skins? Ik speel het spel te weinig om dat te weten. Dus we gaan het checken. Op nummer 1 de astronaut. Wat een soort van komisch is, want het zijn al astronauten. Het is een beetje alsof ik een onderbroek draag over mijn onderbroek. Wow, is het dubbele onderbroekendag? Nee, Bob. Het is in ieder geval een skin die voor zich spreekt. Je hebt een astronautenpak met een helm die je aantrekt over je astronautenpak. Ja, het is erg dubbel. Op nummer 2, de gezagvoerder. Ja, ik heb de woorden laten vertalen van het Engels naar het Nederlands, dus het ziet er vreemd uit. Het is eigenlijk het uniform van iemand die een beetje bepaalt wat er gebeurt, you know, up in the sky. Jij gaat koekjes bakken, jij gaat zeewier eten. Zeewier eten? Dat klinkt niet echt als een klus. Op nummer 3 hebben we het zwarte pak. Wat eigenlijk gewoon een stijlvol, best wel niet, pakkie is met een stropdas. Wow, een stropdas. Is dat een megaveter? Het is een das. Op nummer 4 hebben we de politie. En wat mij betreft zou die wel wat actiever mogen zijn in het Among Us spel. De imposters moeten boeten voor wat ze doen. Heel eerlijk, hè? Ben jij team crewmate of ben je team imposter? Gewoon eerlijk. Het is niet zo dat je je moet schamen als je eigenlijk bij de bad guys hoort. In videogames is het namelijk wel zo dat het wel een soort van leuk kan zijn om de bad guy te spelen. Hand omhoog, jij! Hoezo? Ik denk dat jij de imposter bent. Op. Nummer 5. Het legerkostuum. Het is groen. Het is legerachtig. Het spreekt eigenlijk voor zich. Maar you know, it looks pretty cool. De dokter. Laten we wel zijn. Ik denk dat een hoop crewmates de hulp van deze dokter kunnen gebruiken. Met name wanneer de imposter is langsgekomen. Nee, dan is een dokter eigenlijk niet meer nodig. Ik bedoel, imposters die hakken zeg maar ze letterlijk door de midden. Dan kan een dokter denk ik niet meer zoveel doen. Oké, we gaan verder. Dan hebben we ook deze dude. Het is eigenlijk gewoon een man met een hoed waar ijs aan vast zit. Hij heeft een ontdekkingsreis afgelegd naar mijn wiskunde voldoende. Dat moet een lange reis zijn geweest. Absoluut. Op nummer 8 hebben we deze dude genaamd de muurbeschermer. Ik kan me niet herinneren dat er een muur is in het Among Us spel, maar schijnbaar. Op nummer 9 hebben we het witte pak. Het is eigenlijk het zwarte pak, maar nu is het een wit pak en het is eigenlijk gewoon een pak. Je kunt het aantrekken over je lijf. En als laatste deze dude met een zonnebril, wat een soort van best wel dubbel is, want dan heb je zeg maar je helm, wat ook wel een soort van brillaag heeft, met nog eens een bril. Het is een bril op een bril. WC-bril? Nee, Bob. Dit was toch wel een partijtje interessant, vind je niet? We gaan de allerduurste videogames ter wereld checken. Gewoon om het even banging mee af te sluiten. Op nummer 10, Red Dead Redemption. Er is ongeveer 100 miljoen gespendeerd met 800 mensen tegelijkertijd die aan dit spel hebben gewerkt. En je kunt zeggen wat je wilt, maar het is een awesome spel. Het is een spel over een cowboy, geloof ik. Cowboys zijn cool. Op nummer 9, Max Payne 3. Max Payne 3 is in 2012 uitgebracht. De ontwikkelingskosten bedroegen ongeveer 500 miljoen. Er is schijnbaar heel zwaar voor de game gepromoot. En ook dat is denk ik meegenomen in deze prijs. Two Humans is een game die werd geproduceerd voor meer dan 100 miljoen. En die is geproduceerd in 2005 voor de Xbox 360. Wat een soort van best wel komisch is. Want ik geloof dat GTA 4 ook voor zo'n soort bedrag is geproduceerd. Alleen zit er natuurlijk een groot verschil qua graphics in die twee games. Maar dat is begrijpelijk. Want dit spel hier komt uit 2005. Over GTA 4 gesproken, moehaha. Ja, ik zag het stiekem al staan. Deze game heeft ongeveer 100 miljoen gekost om te maken. En dat is een
pittig veel geld. Dat is pittig veel geld. Maar deze game heeft dan ook gebruik gemaakt van misschien wel de grootste marketingcampagnes ooit bedacht voor een game. Die alleen al 100 miljoen kostte. En de ontwikkelingskosten ook 100 miljoen. Dus dit spel heeft eigenlijk evenveel geld uitgegeven aan de promotie van het spel als het maken ervan. Dat maakt 200 miljoen in totaal. Wauw, Job, je kan rekenen. De officiële website had maar liefst 13 mini-trailers, 4 verschillende filmtrailers en heel veel televisiecommercials. Nummer 6. Shenmue 2. De geschatte productiekosten bedragen 176 miljoen. Het is een gigantisch spel met een enorme open wereld. En op het moment dat dit spel uitkwam, wat een tijd geleden is, was het dan ook het grootste open wereldspel op dat moment. Er was enorm veel personeel nodig om dit spel te maken. In iets minder dan 2 jaar tijd. Nummer 5. Star Wars The Old Republic. Deze game heeft rond de 150 tot 200 miljoen gekost om te maken. De release was in 2011. Nummer 4. Final Fantasy 7. 7 toch? Zeg ik het goed? Ja toch? 213 miljoen. Het heeft 120 programmeurs vereist. En artiesten die zich bezighielden met het ontwikkelen van dit videospel. Dat zijn een hoop mensen allemaal om één game te kunnen creëren. Schijnbaar heeft deze game het meeste geld uitgegeven aan het promoten ervan. Hè, aan de marketingcampagne. Dan aan het ontwikkelen van het spel. Dus kleine correctie. Die 213 miljoen is voornamelijk uitgegeven aan een hoop reclame. Nummer 3. Call of Duty Modern Warfare 2. Deze game heeft alleen al 200 miljoen uitgegeven aan de marketing van het spel. Dus letterlijk om het zoveel mogelijk bij mensen naar binnen te duwen van hey, wij hebben een nieuw spel, je moet het kopen. Terwijl de ontwikkeling tussen de 40 en 50 miljoen lag. Dus in sommige gevallen, zoals hier, betalen gameontwikkelaars misschien wel 4 keer zoveel voor de promotie van het spel dan voor het maken ervan. En dat is denk ik wel logisch, want als we bijvoorbeeld kijken, en dit is een compleet ander voorbeeld, naar merkkleding, dan denk ik inderdaad dat daarbij ook geldt dat die kleding super duur is, niet wegens de kwaliteit, maar gewoon omdat het ongelooflijk wordt gepromoot als chic en je wilt het en het is hyped en blablabla. Nummer 2. Grand Theft Auto 5 heeft ongeveer $265 miljoen gekost om te maken en had meer dan 1000 Rockstar medewerkers over heel de wereld die eraan bezig waren. Dat is natuurlijk ongelooflijk, hè. 1000 mensen die met z'n allen werken aan één videospel. Maar ja, we hebben het dan natuurlijk ook wel over Grand Theft Auto 5. Wanneer komt deel 6? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat dit echt bizar is en ik wist dit niet. En op nummer 1, met bijna 2 keer zoveel ontwikkelingskosten, of in ieder geval gemaakte kosten, nogmaals, het kan ook zijn dat de reclame van dit spel heel veel heeft gekost, is Destiny. Een 500 miljard, 500 miljoen, om te ontwikkelen en adverteren. Schijnbaar is het de bedoeling dat deze game minimaal nog 10 jaar nieuwe content blijft toevoegen, wat inhoudt dat je dus nog op een hoop updates en extra's kunt rekenen. Een beetje wat GTA geloof ik ook heeft gedaan, GTA 5, waar continu nieuwe dingen bij komen. Dat is dan wellicht nog geen 10 jaar geleden dat die is uitgekomen, nog voorlopig niet. Maar wel 4, 5 jaar geloof ik, misschien 6. En dan wil ik het toch een klein beetje extra spannend afsluiten. Want dit is iemand die serieus beweert om te weten hoe de imposter eruit ziet zonder het ruimtepak. En laten we eerlijk zijn, dit is terrifying, maar een soort van best wel realistisch. Want als namelijk de imposter iemand inmaakt in Among Us, dan doet hij dat meestal met bijvoorbeeld zijn tong en dan zie je zo heel die mond open gaan. Dat is wel een beetje waar het op deze afbeelding op neerkomt. En dit ziet er ook gewoon realistisch uit. Dit is niet zomaar een tekening. Iemand beweert deze screenshot letterlijk in het spel te hebben gemaakt of zo? Ik weet het niet. Het ziet er super creepy uit. En het lijkt inderdaad op een alien. Dus het verhaal dat de imposters wellicht gewoon aliens zijn, die zich voordoen als mensen, als ruimtevaders, door eigenlijk gewoon dezelfde outfit als de crewmates te dragen. Ja, realistisch om het nog maar zacht uit te drukken. Moet ik nog eens een keer een video maken en nog meer materiaal verzamelen van imposters of gewoon crewmates en manga's karakters zonder hun kleding? Laat het dan weten. Maar zonder kleding zie ik er ook cool uit. Nee, Bob, doe je broek aan. En ik zeg adios. Ah.